Kun je het je voorstellen? 100 jaar geleden was hier één groot heidelandschap. Je kon zo ver kijken als de horizon reikte. In 1920 werd het bos aangeplant door Staatsbosbeheer. Heel belangrijk hierbij was de opperboswachter van toen, Johannes Janssen. Hij heeft het bos helemaal ingedeeld. En hij wist dat een bos sterker en gezonder is als hij meer gevarieerd is. Dus plantte hij niet alleen dennen aan. Maar ook zit kaspar, doeklas, eiken, allerlei soorten. Het bos is ingedeeld in vakken. Op iedere hoek van een vak ligt een grote kei met het nummer erop. Aan de vakken en de rijtjes bomen kan je zien dat het een productiebos is geweest. Tegenwoordig is het bos veel meer: je kan er fietsen, wandelen en het is een huis voor de natuur. Bijvoorbeeld Ree en Das die leven hier heel graag. Al die verschillende functies bij elkaar, natuur, recreatie en de houtoogst, noemen we een multifunctioneel bos.